Ooit heeft niemand beweerd dat je door intimiteit en seks een hele mens wordt of kunt worden. Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig naar wie ik zou zijn als dat stukje in mijn leven wel zou kloppen. Zoiets heeft dan bijvoorbeeld een cup en dan een randje eronder langs. Ik heb ineens een vrouwenlijf, zeg maar. Juist. Of zo. Het is echt belachelijk, maar dat had ik niet gedacht. Er is genoeg nog te ontdekken, neef. Zodra je dus dan een relatie hebt, kunnen jullie samen gaan schommelen. Een swing. Het is wel leuk. Het is wel echt grappig. Ja, en waar vind je nou die vent die vind je daar? Ik weet het dus echt niet. Ik weet niet hoe ik mezelf er wel mag laten. Dat ik er van mezelf mag zijn. Nou, ik weet niet of iemand wel op mij zit te wachten. Hallo. Ik wilde even weten of jullie ook misschien iets voor mij kunnen betekenen. Wij organiseren eigenlijk voornamelijk intiem contact voor mensen met een beperking. Thomas is gewoon echt een lieverd. Ja. Hij heeft trouwens ook een goed lijf. Oh. Moet je dan niet eerst van jezelf kunnen genieten om een ander van je lijf te laten genieten? Je mag toch genieten? Lukt die? Ja, hè? Ja. Dan ben ik. Hallo. Hi.